Goedemiddag, dames en heren, jongens en meisjes. Welkom bij Fortuna Live. In de 12e ontmoeting in de competitieverband tussen Fortuna Delta Logistiek en KZ Hiltex. Marien Ekelmans, 109 wedstrijden in de korfballing voor Fortuna, 521 doelpunten. Nou, een mooie introductie kan ik je bijna niet geven. Welkom. Dankjewel. Leuk dat je erbij bent. Zeker. Jij hebt ook regelmatig natuurlijk deze wedstrijd ook gespeeld tussen Fortuna en KZ. En Fortuna wint er niet heel vaak. Nee, KZ is altijd een lastige tegenstander gebleken. Zeker ook in mijn tijd met natuurlijk de grote jongens toen nog. Tim Bakker, De Vries en Voorneveld. Daar is wel wat wijzigingen zijn er inmiddels in aangekomen. Maar blijft een sterk ploeg. Ja. Ja. Kan jij misschien heel kort uitleggen waarom KZ zo'n moeilijke tegenstander voor Fortuna eigenlijk traditioneel eigenlijk is? Nou, ik denk dat het niet zozeer ligt aan het duel KZ-Fortuna, maar dat we KZ gewoon al jarenlang natuurlijk serieus moeten nemen. Dat hebben ze bewezen in de afgelopen tijd. Meerdere keren landskampioen geworden. Altijd een sterke selectie. Het zie je net ook aan de tweede weer, die eigenlijk vrij makkelijk wint van Fortuna 2. Dus gewoon een tegenstander waarin je altijd rekening moet houden. Ja.